afhankelijk van de hoeveelheid geluidproductie van het treinverkeer. Niet overal scherm, maar sommige plaatsen wel en met verschillende grootte. Ja, als we even ietsje verder gaan, dan zien we nog even het spoor via de A27, hè? Dat staat er ook nog op. Hè? Ja, dus, hier zien we het plein, die heel schematisch met die strepen op de voorkant. Dat is het huidige voorplein, zit er heel schematisch in. Dat krijgt een nieuwe inrichting. Kijk, wat zegt u? Het is de bedoeling dat gewoon alles, dat de winkel open blijft, om het zo maar te zeggen. Dus dat fietsers kunnen blijven rijden, dat er openbaar vervoer blijft, dat alles in stand wordt gehouden wat dat betreft. Niet alle plannen, zeg maar, voor de tijdssituatie.